Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. In deze aflevering gaan wij lekker weer Professor Layton spelen en we zijn nog steeds in de ruïnes van Akbadain. De bedoeling is nog steeds, denk ik, dat wij gewoon naar het volgende stuk gaan komen. En ik denk dat ik het redelijk in de gaten heb hoe deze moet. Oh, wacht. Nee, restart. Ik had het even verkeerd gezien. Oepsie floepsie. Kan gebeuren. Kijk, dan moet ik sowieso nog wel met die gebeuren. Ja, zie je? Oké, nu heb ik hem al gezien. Deze moet naar die kant geschoven worden. En dan gaan we die naar beneden schuiven. Gaan we die ook naar beneden schuiven. En we schuiven die naar links. En deze pushen we die kant op. En zo. Je bent echt zo'n puzzle master, hè? Maar leuk dat jullie weer kijken, boys en girls. Wat gebeurt er? I wonder what the hidden hoard contains. Mountains of gold and silver, piles of precious stones. Well, if even you don't know, how do you expect me to? If even you don't know, yeah, I got it. Aha, good point. Sorry, I'm just getting excited as we get closer. I'm not saying there are really 100 floors, but could we be only halfway there? Doesn't that worry you? Herschel, we're exploring ancient, mysterious ruins in the middle of the desert. There's nowhere I would rather be. It feels as though these ruins have been waiting for eons, just to be discovered by me. No, I'm not worried. Yes, how kind of the Astron to design this place just for you. Lekker. Ik hou wel een beetje van het sarcasme. Ik denk dat ik weet wat we hiermee moeten. Die moeten we die kant op pushen. Die omlaag pushen. Omhoog pushen. Die pushen we die kant op. Oh, we kunnen hier gewoon doorlopen. Dit gaat echt alleen puur om het feit dat we van die coole dingen kunnen opgraven. Duik de hole. En hintmuntje, ik denk dat er ook nog wel ergens een puzzel in zit. In ieder geval een stukje mineraal. En nog een coin. En een puzzel. Kijk, ik dacht het al. Kijk, Nies hoort er ook bij. Ah, dit is eenzelfde. Net als die we een paar afleveringen geleden hadden. Ah, a cave painting. A magnificent find. It's a shame that the cave is so dark, though. It makes it all impossible to make out the entire painting. You can use your lamp to study the painting, but the lamp only illuminates a small area. Can you count how many there are? Okay. Zoals jullie kunnen zien, staat er weer één grote deur op. Hier staan er 2, 3, 4. 5, 6, of zou die zonder horens niet tellen? Jawel, 7, 8, denk ik, 9 en 10. Volgens mij, ja, zie je, het zijn er 10. Want er zitten 2 op de grote achtergrond. Ik denk dat 10 het antwoord is.
Listen to this, Herschel. Every Neat. Failure is a doorway to success. En dan 11. We kunnen nog een keer tellen. Even kijken. We hebben sowieso 2, maar die doen we als laatste bij optellen. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11. Ja, het zijn er 11. Leave this to me. Yeah, het zijn er 11. Nou, doe het. I'm sure of it. Heb je wel eens dat de faceherkenning het niet doet? Dat is zo irritant. Ik dacht, ik doe heel even snel spieken wat er gezegd wordt, maar... het was niet interessant, sorry. Goed, we hebben net puzzel 99 gedaan. Dan zal zo meteen wel een grote puzzel komen. Want meestal is puzzel 100 best wel een significante puzzel. Ik denk dat we deze even zo gaan doen. Wel een idee, maar ik weet niet of het helemaal gaat lukken. Gaan we opnieuw doen. Ik denk dat dit toch wel de eerste stap is. Eigenlijk weg hebben. Ik heb een idee. Dat is nu al mislukt. Nee, dat is nu anders leuk.
Dat is wel een pittige. Het lijkt erop dat dit altijd de eerste stap is. En dat dit ook wel de tweede stap moet zijn. Ik zie het niet. This puzzle is real poser. Try pushing the top right and top left boulders towards the bottom right of the room. Okay. Allebei. Dus. Misschien dat ik iets kan voorstellen. Even restarten. Alweer. Die zo pushen. Dit was achteraf niet heel slim, dacht ik wel. Kut hoor. Oh, maar die staat er nog, dus het kan nog steeds. Denk ik. Ah, wat lastig. Nee, kan niet meer. Kut. Ik had hem bijna. Ik denk dat ik weet hoe die moet. Dat heb ik al een paar keer gezegd, hè? Moet ik dat wel doen? Nee. Eerst die naar beneden pushen. Kijk. Het werd tijd, maar het is gelukt. Mummy Chamber. Ugh, there are quite a lot of those bandaged
lighters there. Here. That means we're getting close to our goal. How do you know that? It's just common sense, Hirsch. The heavier the defenses, the closer you are to the thing they defended. This isn't the time for questions anyway, unless it's a question of how to get through this room. Oh yeah, this is for the spikies. The hammer locker. Nah. We dead. Yeah, this is easy to do. Okay. Good, maybe this best. Hey, je kan niet de hele tijd opnieuw de kamer in moet lopen. Ik denk dat ik hem zo ga doen. Graag hem hierin. Nou, laat ik hem met me meelopen. Thank you.
Nice. Gelukt. Het duurde even, maar het is gelukt. Ik had het misschien even moeten lezen, maar... Het idee zal steeds hetzelfde zijn. Oeh. Is dit... Nee. Dag, is dit dan het einde? Nee, natuurlijk niet. The air feels different here. Yes, there's a faint breeze, isn't there? Maybe a nearby tunnel leads outside. Let's find out. Off we go. Ooh. Hang on a sec. Is this? Filmpje. We've made it. Herschel, there's the door. I'm sorry, Herschel. I let you down. Tell Angela I'm sorry. I can't pull you up. No, give me your other hand. Take the mask. It's yours. You must solve the last puzzle, Herschel. Here. Here. The lost door. Behind this door, the ancestral treasure of the Azran. Puzzle 100, the lost door. The final door of the ruins has 5 slots on it, each marked with a different symbol, and 9 stone blocks which fits into those slots. Help Herschel place the 5 blocks in the slots in the correct order to open. Ik denk zomaar dat het handig is om deze te zien. Even kijken. Doet het wat? Oh, zo, oké. Okay. Even te kijken.
Ik zie het even niet. The nine blocks each have some kind of ancient glyph on them, but there doesn't appear to be any direct correlation between the glyphs and the symbols on the slots. If the glyphs on the blocks don't mean anything, then what can it use? Then what could the code on the door represent? You can place the block in the center on the door, in the middle slot. Huh? Into the middle slot. Do you understand why this block goes in that slot? Zo? Nee. Waarom zou die daarin kunnen? The bottom right block goes to in the leftmost slot. The symbol that in that slot bears a kind of resemblance to where it got the block from, doesn't it? Okay, dus dan is het tegenovergestelde. Dus dan zou, als je die zou hebben, zou je die daar moeten. En als je die zou hebben, dan zou je die daar moeten. Zo dan? Ja. Heel raar, maar het zal wel. Randall, you gave your life for this. And what was it worth? Trinkets? Jewelry? The long lost treasure of the Asran. It should have been yours. I want no part of it. Randall. He's gone. Randall. I'm leaving Stansbury. No more Azran. No more masks.
It's too much for me. I'll never forget you. I just need some distance from all this. Herschel, are you ready? Almost. I just need a minute. Of course, dear. The carriage is ready when you are. Thank you. Hello, Randall. I solved the last puzzle. The treasure was there, just as you said it would be. The discovery that would have made you famous. I told no one of it. It shall forever remain our secret. Here is what you sacrificed your life for. It's yours. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vonden jullie dit nou een interessante aflevering? Want wel leuk was het natuurlijk niet. Dan doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. Adios, amigos.